De ATV-redactie brengt u vanaf vandaag een serie over de situatie in kinderthuizen van Suriname. Door de slechte economische situatie in het land hebben de kinderhuizen diverse uitdagingen. We beginnen de serie vandaag met het kinderhuis Hoop voor Kinderen, die door de unificatie van de wisselkoers sinds begin 2020 de huur niet meer kan betalen. Het verslag komt van Richelle Maknak. De economische situatie heeft ook zijn weerslag op Hoop voor Kinderen. Doordat zij nauwelijks in staat zijn de huur te betalen, hangt hun nu een vonnis boven het hoofd en zullen zij voor eind van dit jaar het gebouw met al hun 50 kinderen moeten ontruimen. Directeur Anthony Shinafat zegt dat de moeilijkheden om aan de huur te voldoen sinds 2018 onder de aandacht van de toenmalige regering zijn gebracht. Ook van deze regering verwacht de leiding dat er een oplossing komt. Het zijn namelijk overheidsinstanties die de kinderen bij het tehuis aanmelden. Wij van Hoop voor Kinderen hebben altijd ons huiswerk gemaakt. We zijn zo ver gegaan dat we met een donateur een bouwtekening hebben kunnen realiseren met een begroting. Vandaag de dag is die begroting achterhaald. En ook naar sociale zaken toe hebben we gerapporteerd van de koers gaat ons in problemen brengen. Wij willen doorgaan met de operatie, maar wij zijn ook afhankelijk van bepaalde factoren. We hebben laatst nog naar president Santokki hebben we een brief gestuurd en dus dat van de huurproblematiek, hebben we dat aangekaart. De brief is 8 augustus verstuurd. Tot de dag van vandaag hebben we nog geen antwoord gehad. Ik neem aan dat men niet wil, de overheid niet wil, dat je een situatie krijgt dat straks bijna 50 pupillen op straat gezet zullen worden. Het zal internationaal dan ook niet goed aankomen, zo'n situatie. Dus ik neem aan dat de overheid zijn verantwoordelijkheid zal dragen. Wij doen onze uiterste best om de kinderen in crisisnood te blijven opvangen. De meeste van de kinderen die hier worden opgevangen kunnen helaas niet terug. De situatie, de thuissituatie is zeer nijpend. Dus wij gaan ervan uit dat de overheid ons zal helpen. In de zoektocht naar oplossingen is er een brief gestuurd naar het ministerie van Openbare Werken met de vraag of er een overheidsgebouw ter beschikking is waarin zij kunnen intrekken. Ingrid Linger, algemene coördinator van het kinderhuis Hoop voor Kinderen, zegt dat zij van de vorige regering een stuk grond kregen voor een bepaalde duur. Echter staat de grond niet op naam van de stichting. Dus kan zij niet aan donateurs vragen om een nieuw tehuis te helpen opzetten. Maar u weet dat de donoren niet gaan bouwen op een stuk grond dat niet op de stichtingsnaam staat. Dus de mannen staan al in het gareel om dus te bouwen voor ons. Maar eventjes een wijziging die moet komen via grondzaken, weet je. Zijn de dingen nog niet opgelost? We moeten het gewoon overschrijven op ons naam. Op wiens naam is het? Het staat op naam van sociale zaken. Maar we hebben het ter leen gehad voor een aantal jaren om daar op te bouwen. Maar donoren bouwen daar niet op die manier. Ze willen dus dat het op de naam van de stichting moet komen. En we zitten al ruim een jaar mee bezig. En het lukt maar niet. Het lukt maar niet. Dan minister verwisselen, lukt niet. Dan weer vragen, dan word je opgeroepen. Iedere keer wordt er weer een drempel opgelegd. Het kinderhuis Hoop voor Kinderen zegt ook geen ondersteuning van de overheid te krijgen voor wat betreft de zorg van de kinderen. Sinds de oprichting hebben ze bijvoorbeeld nooit subsidie ontvangen. Ze overleven door de welwillendheid van hun donateurs. Directeur Shinafat zegt dat Staatsolie en Fernandes Bakkerij een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan en de zorg van de kinderen. Hij dankt daarom alle mensen die het hart op de juiste plek hebben dat ze doneren aan het tehuis.